Nou, bij ons aan tafel zitten Jan en Paul. En die zijn hier voor ALS. En ALS, dat staat voor... even kijken, nou, jullie leggen het zelf eigenlijk maar uit. Vertel. Nou, ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose. Ja. En in gewoon Jip en Janneke taal betekent dat mensen die aan de ziekte lijden... die lijden aan een spierzenuwziekte. Ja. En dat betekent dat de zenuwen geen signaal meer krijgen vanuit de hersenen. Mm-hmm. En hersenen de spieren niet meer kunnen aansturen. Waardoor de spieren langzaam in kracht verminderen. Mm-hmm. Totdat alle spieren niet meer werken, inclusief de ademhalingsspier. En dan komt de patiënt overlijden. Ja, ja, want er is nog steeds geen echte genezing mogelijk, hè, voor mensen met ALS. Nee. Hè? Nee. En nu begreep ik dat jullie om geld in te zamelen eigenlijk een tv-bingo wilden presenteren hier met MTV. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, het gaat gebeuren, de eerste uitzending is 16 januari. Ja. En dan daarna elke week eentje, tot we er vier gehad hebben. En de laatste is dan 6 februari. Oké, duidelijk. En nog even iets heel anders. Gaan jullie fietsen? Of wat gaan jullie doen? Mont Ventoux hoorde ik ergens iets van. Wil jij daar iets over vertellen? Dat wil ik wel, ja. Nou, iedereen is natuurlijk bekend met de Alpe d'Huez, hè, waarbij je om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker de Alpe d'Huez beklimt. Ja. Zo is er ook een variant voor ALS. En dat is de Tour du ALS, waarbij je 1, 2 of 3 keer de Mont Ventoux beklimt. Het is de bedoeling dat elke deelnemer €1.500 inzamelt, omdat er 1.500 patiënten zijn. En dat betekent dus €1 per patiënt. Het klinkt heel weinig. Als totaalbedrag is het natuurlijk veel. Mm-hmm. Dus vandaar dat wij MTV ook warm omarmen om de bingo daarvoor in te zetten eigenlijk. Hè? Ja, snap ik. Wat is jullie persoonlijke statement eigenlijk? Want jullie zijn eraan begonnen, niet zonder meer. Ja. Er is al een hele bittere aanleiding geweest voordat jullie hier echt zelf actief mee aan de slag zijn gegaan. Ja, onze broer is in december 2010 aan ALS overleden. En tot die tijd heb je er eigenlijk nooit van gehoord. Nee. En tot dat een vreselijke ziekte, maar goed, bijna iedereen heeft het voorbeeld wel dichtbij komt. En dan raakt het gewoon meer. Ja. En ik heb in 2011 heb ik alleen de Mont Ventoux beklommen. 3 keer, wat we nu ook nu willen doen, maar nu met een team van 5 personen. Allemaal uit hier uit de omgeving? Allemaal uit Moergestel. Oké. Ja. En doen jullie dat echt vanuit jullie eigen stukje of doen jullie dat ook vanuit de stichting ALS? Nou, het wordt eigenlijk georganiseerd door de stichting Tour de ALS. Mm-hmm. En die organiseren dus het complete gebeuren en als team schrijf je daarbij in. Dan ga je geld inzamelen. Met name natuurlijk voor het doel om te kijken naar onderzoek, neem ik aan. Maar hoe ver is dat onderzoek? Is daar al zicht op dat er iets of wat verbetering te halen is? Ja, het is heel moeilijk, want een ALS-patiënt die leeft ongeveer gemiddeld 3 jaar met zijn ziekte. En eigenlijk te kort om goed onderzoek te doen. Dus dan hebben ze wereldwijd een database waarin alle ALS-patiënten komen. Waar dus alle kenmerken van de ziekte, waarom, wanneer, hoe, et cetera, kunnen met elkaar kunnen vergelijken. En hopen ze tot een beeld te komen. Hoeveel mensen in Nederland lijden onder die verschrikkelijke ziekte? Ja, dus 1500. Ja. 1500 maar alleen in Nederland? Er gaan er uiteraard dood en er komen er dan weer bij. Dus het schommelt wel natuurlijk, maar het zit gemiddeld op 1500. En een begin van ALS. Ik kan me voorstellen, als je die prognose krijgt, dan is een ziekte waarschijnlijk al een eindje gevorderd. Maar zijn er symptomen waarvan je zegt, van, nou, dat is nou typisch iets wat hoort bij? Of gaat het allemaal heel vaag? Ja, nou, ik spreek me even uit ervaring bij Erik. Begon het met krachtverlies in zijn rechterarm. En daarmee ga je uiteindelijk naar de huisarts. En zo kom je in een soort van medische molen. Mm. Waarbij ziektes eigenlijk weggestreept worden. En helemaal onderaan de lijn staat dan, je hebt ALS. Mm. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen, van patiënten waarbij het in hun benen begon. Zodat het lopen moeilijker werd. En, mm-hmm. Ja. Dus in zijn geval was het zijn arm. Ja. Ja, en dan, wat mijn broer al vertelde, gaat het van kwaad naar erger tot je uiteindelijk niet meer kunt slikken en niet meer kunt ademhalen. Ik denk dat zo'n diagnose ook verpletterend is op het moment dat je dat te horen krijgt. Dat klopt, ja. Ja, kun je niet voorstellen, want je hebt namelijk geen enkele kans. Nee. Dus elke dag moet je voorstellen, elke dag leef je wat in. Ja. Tot je helemaal niks meer kunt. En je hebt geen kans tot...
ja, tot genezing. Nee. Het is voor degene die het overkomt verschrikkelijk. Het is voor degene die in zijn naaste omgeving is, zoals jullie, moet het ook ontzettend machteloos, vooral een gevoel van machteloosheid geven. Ja, je kunt niks. Vandaar dat wij een stichting als Turales warm omarmen om te zorgen dat we over 10 jaar deze ziekte niet meer hebben. Ja. Dat we er klaar mee zijn. En die hoop is er dan ook? Of is dat echt alleen maar een hoop? Nou, vroeger gingen mensen dood aan kanker altijd, aan AIDS. En overal is wat voor gevonden. Ja. En op het moment dat mensen de schouder onder blijven zetten, dan komt het ook wel goed. Ik denk dat die aansporing in ieder geval heel belangrijk is om in ieder geval niet op te geven. Ja, alleen er is gewoon veel geld nodig voor onderzoek. Nou, laten we dan eigenlijk de Moergestelse bevolking ook oproepen. 16 januari, ze hebben het net gezegd, MTV Bingo. Geef gul, 4 keer, u weet het. Dus een keigezellig speltje en met ALS als doel. Nou, warmer kan het niet zijn. Jongens, dank jullie wel. Dank jullie wel. Graag gedaan.